Ja, maar Nico, dat rapport is uitgekomen van een onafhankelijk instituut. En de resultaten geven aan dat staatsolie niet schuldig is bevonden voor wat betreft de wateroverstroming. En wij weten dat de gemeenschappen al daar in eerste instantie staatsolie aansprakelijk wilden stellen voor wat betreft die overstroming. Hoe kijkt u naar deze resultaten voor wat betreft de bevindingen van het rapport? Nogmaals, goedemorgen. We hebben afgelopen maandag in overleg met de president en een aantal ministers hebben we dus informatie gehad over dat rapport. En vorige week woensdag bij de installatie van van de presidentiële commissie is door de minister van NH beide rapporten aan ons overhandigd. We zijn op dit moment bezig de rapporten door desbetreffend deskundigen te laten bekijken. Eén ding dat we kunnen opmerken is dat van belang is voordat we een uitspraak daarover doen, dat we toch tenminste inzage krijgen in de terms of reference van het rapport, om te zien hoe waarnaar eigenlijk onderzoek gedaan moest worden. Dat is één. Maar een andere vraag is gesteld dat wat daarin staat klopt, dan is er iets dat we dan missen, iets dat alsnog gedaan zou moeten worden. En dat is dat gevraagd wordt van wat zal er dan volgend jaar gebeuren? Want als dit klopt, dan kan ditzelfde zich volgend jaar herhalen. Wat dan? Met andere woorden, je verwacht toch wel dat bij zoiets of misschien niet eens dat onderzoek, maar dat er toch een stuk bij zal moeten zijn waarbij een aantal scenario's uitgewerkt worden. Van als het precies hetzelfde regent als het dit seizoen heeft gedaan, als het 2 maal regent, als het 3 maal, 4 maal, 5 maal, 6 maal, 10 maal regent, als het helemaal niet regent, wat dan? Toch? Ja. En dat soort van zaken zijn in ieder geval heel belangrijk om te weten. Maar nogmaals, om te resumeren, we hebben de rapporten nu in handen. We gaan naar de rapporten kijken. We hebben in de commissie gevraagd naar de terms of reference, zodat we naar kunnen kijken. En dan zullen we dan daarna dus onze mening erover geven. Ja, en hoeveel tijd heeft de organisatie nodig om eigenlijk dat rapport te Dat is bestuderen? zoiets is binnen een week gedaan hoor. Ja, en u heeft aangegeven een aantal scenario's moeten jullie eigenlijk uitwerken. Wij moeten geen scenario's uitwerken. Ik heb het erover van degene die de rapporten, Oké. tenminste degene die opdrachten geven om de rapporten te schrijven. Als jij de beheerder bent van het stuurbestuur, dan is het voor jouw rampenbeheersing en alles wat daarmee te paard gaat nodig dat je scenario's uitwerkt om te zien van what if, als dit gebeurt, wat dan? Ja. Zo, want nogmaals, klimaatverandering heeft niet per se alleen maar te maken met regenval. Het kan zijn dat volgend jaar er helemaal geen regen komt. En dan wat dan? Dus dat soort van zaken. Ja, maar heeft de organisatie die u vertegenwoordigt al een oplossingsmodel in mind? Stel je voor dat wat u aangeeft volgend jaar weer plaatsvindt. Hebben jullie al samengezeten om te kijken dat Elokono? Laat me even heel duidelijk aangeven wie de organisaties zijn. Ja. Het gaat om het platform Traditionele Gezagsdragers Brokopondo en het platform Ondernemers Brokopondo. We hebben in de petities die op 21 mei en 23 juni zijn aangeboden, hebben we aangegeven hoe wij naar zaken kijken. In de presidentiële commissie die nu is opgericht, worden zulke zaken verder uitgewerkt. Ja, oké, dan gaan wij u nog een week geven voor wat betreft de bestudering van het rapport. Dan zullen we dan na een week wederom contact met u maken om de samenleving hierover te informeren.
In orde. Ja, toch, want in feite kunt u nog niet breed uitweiden voor wat betreft de resultaten van deze twee rapporten. Maar we hebben ook niks om breed uit te weiden. Het zijn de zaken die ik u zo net heb aangegeven. Die dingen zijn voor ons belangrijk om naar te kijken en dan kunnen we dan verder gaan. Maar nog een laatste vraag. Stel u voor, jullie zijn over eens voor wat betreft de resultaten. Voor wat betreft de zaak die jullie hebben voorgelegd aan het internationaal gerechtshof. Gaan jullie daarvan afzien? Met wie praat ik eigenlijk? Laat me dat eventjes vragen. Wie meneer Hiewat van de STVS. Meneer Hiewat, als u vooronderzoek had gedaan hieromtrent, zou u weten dat die zaak niet is voorgebracht door het platform Traditionele Gezagsdragers, Brokopolo en platform ondernemers Brokopolo. Die zaken moet u, denk ik, gescheiden houden. Het zijn niet deze organisaties die dat hebben gedaan. Oké, bedankt voor de informatie. Maar wij wachten een week, dan gaan we weer contact met u opnemen. Dank u wel.